De Schech Oost, een bijzonder plan met voor ieder wat wils. En een van de laatste nieuwbouwprojecten in Amstelveen. Ik ga vandaag in gesprek met Rob en hij werkt bij Atelier Dutch. Zij houden zich onder andere bezig met de stedenbouwkundige situatie van dit plan. Wat dat precies inhoudt, dat hoor je zo. Rob, wat fijn dat je de tijd neemt om ons wat wijzer te maken. Kun je vertellen wie je bent en wat jullie hier precies doen? Ja, ik ben Rob van der Velde, stedenbouwkundige van Atelier Dutch in Almere, een bureau voor architectuur en stedenbouw. En wij werken aan het stedenbouwkundig plan voor de Schech Oost in Amstelveen. Nu is de Schech Oost een heel bijzonder plan met onder andere die eilanden. Hoe is het idee van die eilandjes ontstaan? Nou, kijk, de Schech Oost ligt op een hele bijzondere locatie. Het ligt tegen het landschap aan, het vrije landschap. En waarvoor gekozen is, is om een deel van het landschap in te richten voor natuur en voor spelen voor de kinderen uit de buurt. En op die manier eigenlijk een waarde toe te voegen aan dit woongebied. De eilanden zijn zo verschillend. Kun je daar misschien iets meer over vertellen? Jazeker, laten we even bij de tekeningen gaan zitten. Dan zal ik je daar iets meer over vertellen. Leuk. Er komen verschillende eilanden in het gebied. Een aantal grotere eilanden waarop gewoond wordt. Het grootste eiland is een combinatie van grondgebonden woningen, rijen woningen, tweekappers en vrijstaande woningen. En ook gemengd met appartementen. Het kleine eiland op de kop, daar komen ook appartementen in een bijzonder ensemble. En het middelste eiland is het meest bijzondere, een kleiner eiland waar ook wonen met tuinen direct aan het water komen. Wauw, en kunnen mensen daar dan ook hun bootje aanleggen? Het zou kunnen. Hè. Het watersysteem is zo gemaakt dat alles met elkaar verbonden is. Waardoor ook van het water ook echt gebruik gemaakt kan worden. En wil je dan ook nog wat meer vertellen over de niet bewoonde eilanden? Zeker. We maken twee eilanden die eigenlijk alleen maar groen worden ingericht. Het grootste eiland is toegankelijk met een bruggetje. Daar komen ook speelplekken op en ontmoetingsplekken. En het kleinste eiland wordt niet toegankelijk, waardoor daar natuur de vrije loop heeft en spontane natuurontwikkeling kan plaatsvinden. Dus daar kan je helemaal niet komen? Ja, misschien met het bootje, maar het idee is dat je daar niet kunt komen. Om daarmee ook natuurinclusief en biodiversiteit te stimuleren. Wauw, dus je geeft echt een cadeautje aan de natuur eigenlijk. Ja. Waar heb je eigenlijk je inspiratie vandaan gehaald toen je aan de slag ging met de Schech Oost? Het heeft eigenlijk te maken met de omliggende context, het landschap en de aanliggende buurt. Dus als je kijkt naar het gebied, dan zie je dus dat de structuur van de wijk is ontleend aan de aanliggende wijk. Waarmee je eigenlijk die wijk verbonden maakt met de bestaande buurt. En de landschappelijke lijnen die zijn ontleend juist aan de Legmeerpolder, het open landschap wat ten zuiden daarvan ligt. En door die twee samen te brengen ontstaat er eigenlijk een vanzelfsprekende structuur waarbinnen de verschillende woningen een plek krijgen. We verwachten dat hier veel gezinnen zullen gaan wonen. En hoe is daar dan rekening mee gehouden met het water en verkeer in de Schech Oost? Nou, als het gaat om het verkeer is dit een buurt waar alleen maar bestemmingsverkeer komt. Dus dat betekent dat we het wijk hebben ontworpen, dat de auto te gast is, dat ze niet snel door de wijk kunnen rijden en dat het dus ook veilig is in het domein van het spelende kind. Als het gaat om het water heb je natuurlijk het risico dat kinderen te water kunnen komen en dan is het van belang dat je dat zoveel mogelijk voorkomt of als dat gebeurt dat ze ook goed en snel uit het water kunnen komen. Dus geen steile oevers, maar juist flauwe taluds die we ook met veel groene natuur kunnen inrichten op die manier. Dat klinkt goed. Rob, bedankt voor alle informatie. Wij zijn allemaal een heel stuk wijzer geworden. Het klinkt echt alsof de Schech Oost een aanwinst gaat zijn voor Amstelveen. Wil jij nu op de hoogte gehouden worden van dit fijne project? Neem dan een kijkje op de website en schrijf je in voor de nieuwsbrief.